Het is pas 17 oktober, nog lang geen tijd voor oliebollen dus. Toch lijkt het alsof de feestdagen steeds eerder beginnen, want ook de kruidnoten liggen al sinds augustus in de supermarkt. Zijn Rotterdammers er ook zo vroeg bij dit jaar? U dacht het is wel tijd voor oliebollen? Ja, en ik had trek en ik zie oliebollen, ik denk, oh ja. Maar het is pas oktober. Maakt me niet uit. Nee? Ik lust het hele jaar door oliebollen. Ja, maar we zijn voor kinderen toch? Ja, maar het is oktober. Nee, dat is goed zo. Even een beetje vullen toch? Zo, zijn dat jullie eerste oliebollen van het jaar? Ja, zeker. Ja, klopt. Zijn het de allereerste? Ja, allereerste. Maar het is oktober, vinden jullie het niet een beetje vroeg? Nee. Ja, het is wel een beetje vroeg, maar we zagen het staan, dus we dachten, nou, het is wel lekker. Toch wel zin in een lekkere oliebol. Ja, zeker. Is dat de eerste oliebol van het jaar? Nee, niet de eerste, nee. Niet de eerste. Nee? Dat is gisteren, geloof ik, nog gekocht, hè? Oh, echt waar? Ja, hij is gisteren nog hier geweest. Ja, ik ben gisteren hier geweest, ja, inderdaad. Dat klopt, ja. Maar het is oktober, is het niet een beetje vroeg nog? Voor de oliebol? Nou, dat denk ik niet. Pepernoten zijn er en ja, je kan het de hele dag eten. Ja. Het is traditie met kerst, misschien een oud jaar, maar waarom niet? Kruidnoten liggen al sinds augustus in de supermarkt, oliebollenkramen. Wat vindt u ervan? Ja, vind ik te vroeg. Dus dat is eigenlijk wel te vroeg? Dat vind ik dan wel weer te vroeg, ja. Hoezo? Nou, het is wel leuk als dat iets bijzonders blijft in die tijd. Ja. Dus ja. Dat vind ik wel te vroeg. Nou ja, het wordt wel weer gezelliger, maar het geeft ook weer een soort bevestiging van dat zomer weer voorbij is. Dat is wel jammer. Ja. Moet je het toch lekker zelf eten, denk ik. Ja. Ja, vroeg, maar ja, voor mij maakt niet zoveel uit. Wel lekker. En met kerst, wanneer mag de kerstboom bij jullie staan? Na Sinterklaas. Oké, dus goed na Sinterklaas? Na Sinterklaas. Oké. Dat zou ik niet weten, nou, we zijn best wel laat bij ons hoor. Maar... Na Sinterklaas? Ja, dat wel. Oké, na Sinterklaas. En bij jou? Ja, ook. Vrij snel denk ik dat ze dat wil zetten, de kerstboom. Ik denk, wat is het? Ik denk volgende week of die week erop al. Dat is redelijk snel. De klas slaan wij over. Dus dan, net als velen hier ook in de stad, we gaan direct over op kerst. Mijn ma die wil graag dat we na Sinterklaas opzetten. Oké. Nou, ik ben degene die hem graag al in november wil. Want ik heb een kerstdorpje en daar betaal je natuurlijk best wel wat voor. Dus ik wil er zoveel mogelijk profijt van hebben. Maar vind je dat niet een beetje raar dat Sinterklaas moet nog komen en dan staat de kerstboom al? Ja, nee, dat is heel Amerikaans, hè. Dus dan kan ik dat nog als excuus gebruiken. Van, dat doen ze in andere landen ook. Liever niet ervoor? Nee, joh. Want het moet bijzonder blijven. Ja. Hè, als je al in oktober al een kerstboom hebt staan, ja. Ja. Maar dan, wel in oktober een oliebol. Ja, omdat ik ze zag en ik had er zo zin in.